Hola alumnos, welkom bij de laatste les van het examen 2017. Wij gaan ons voorbereiden op het examen voor 2020. We hebben deze hele week samen een examentekst gedaan en vandaag doen we het laatste gedeelte. Vandaag doen we dus vraag 28 tot en met 35. Als we dit samen hebben gedaan, dan denk ik dat je helemaal in staat bent een tekst zelf te maken, zelfstandig. Tenminste 2-3 teksten en op het examen, bingo! Ja? En wat je ook moet weten is, morgen, zaterdag, post ik een algemene herhaling van alles wat we gedaan hebben in de afgelopen 3 weken. Ja? Zodat je eventjes toch je mind kan refreshen, dat je niet helemaal al die uren hoeft te kijken. We gaan kijken naar het belangrijkste uit die lessen en we plaatsen die dan zaterdag. Zodat de mensen die misschien later zijn gekomen om die lessen te volgen, dat ze dus eigenlijk toch wel de kwaliteit, toch wel hun vocabulaire, toch wel alles, het belangrijkste van het examen om toch wel voldoende te scoren. Om voldoende te scoren wanneer ze het examen maken. Daarvoor is de video van morgen. Maar vandaag doen wij dan vraag 28 tot en met 35. De rest, por favor, atención. We zien dat vraag 28 iets vraagt uit regel 42. Als je nog kan herinneren, dan weet je dat dus die vader is gesprongen in die laguna om zijn zoon te redden. En alles was maar dus een schrik. Hij heeft dus een schrik gehad en hij is geschrokken. En uiteindelijk alles was dus nog in goede staat. Alles was nog in orde. Oké, dan gaan we dan met regel 42 tot en met regel 42 tot en met 45 lezen. Omdat dat één conversatie is. En dan gaan we dus makkelijker kunnen gaan naar de volgende vragen. Oké. Lo siento mucho, papá. Sorry. Sorry. I'm very sorry, dad. Lo siento mucho, papá. Sorry. Tenías razón. U had gelijk. Of je had gelijk. Casi se me llevó el monstruo del lago. Toch? Een monster van het meer heeft me bijna weggebracht. Jonas, hijo. Dus Jonas, mijn zoon. No hay ningún monstruo, er is dus geen enkel monster. Tu madre y yo te hemos contado esa historia, dus je moeder en ik, hebben je dat verhaal verteld, para evitar que hicieras lo que has hecho, om te voorkomen, evitar, voorkomen, que hicieras lo que has hecho, dat je doet wat je hebt gedaan. Porque es muy peligroso, want het is heel erg gevaarlijk, nadar en la laguna, om te zwemmen in die laguna. No tendríamos que haber dicho, decirte, no tendríamos que haber decirte una mentira. We moesten je eigenlijk geen leugen hebben verteld. Pero solo queríamos protegerte, we wilden je alleen maar beschermen. Goed. Dan kunnen we dan kijken gelijk naar vraag 28, vraag 29 en vraag 30. Want die komen dan uit regel 42 tot 45. Goed, we kijken en we luisteren. Lo siento. Tú dices lo siento cuando pides. Dit is een persoonlijke vraag. Van een persoonlijke vraag komt er maar één op het examen. Ja? En je hoeft dan niet eens meer te gaan kijken. Maar lo siento. Sorry. Toch? Me excuses. Toch? Lo siento. Tú dices lo siento cuando pides. Jij zegt. Tú dices lo siento. Je zegt sorry. Wat vraag je? Ah. Asistencia, ¿qué pides? Ah, asistencia. Dus assistance. Ya toch hulp, eigenlijk. Iemand je assisteert. B, perdón. Pardon, iemand je vergeeft. Vergiffenis kan je zeggen. B, un favor. Toch, een favor is niet un favor.
doordat iemand iets voor je doet. Una explicación, explanation. Je ziet hoe de woordjes eigenlijk, je kan ze makkelijk vanuit het Engels afleiden. Ja toch? Perdón, explicación. Dus waarvoor zeggen we sorry? Als je kijkt, denk je dat je het ook hebt. Perdón, B. Ja, is het juiste antwoord. Dan kijken we gelijk naar 29. Según los renglones, 43 hasta 45, la madre y el padre solo. ¿No? Wat wilden de ouders alleen van Jonas? Estaban hablando de Jonas, spraken ze over Jonas. La madre y el padre, spraken ze over Jonas? Nee. Habían complimentado a Jonas. Ze hebben hem eigenlijk gecomplimenteerd. Iets gegeven? Nee. Querían escuchar a Jonas. Ze wilden naar hem luisteren. Nee. Querían proteger a Jonas. Ze wilden hem verdedigen. Dat is wel zo, want die vader zegt mooi. Solo queríamos protegerte. Ja? Protegerte. Solo queríamos protegerte. 45 staat geschreven. Solo queríamos protegerte. We wilden je alleen maar beschermen, Jonas. Dus het antwoord is dan D. Dan kijken we naar vraag 30. Mentira. Un antónimo. Dus tegengestelde. Un antónimo de mentira. A. Deseo. Een wens. B. Excusa. Dus een excuus. Nee. C. Un plan. D. Verdad. Waarheid. Dat is makkelijk te zien. Het antwoord daar is dan dus D. Waarheid. Dan kijken we dan naar 31. En we zien 31 komt uit regel 46. We zullen dan gewoon gelijk lezen. Vanuit 46 tot en met 49. Ja? 46. Dus hij zei al, dus die vader zei, solo queríamos protegerte. Dan lezen we 26. Tranquilo papa, no pasa nada. Dus rustig papa, er is niets gebeurd. Tranquilo. Dijo Jonas, dando un gran abrazo a su padre. Dus hij gaf echt een brasa aan zijn vader. Abrazo, hij omhelst zijn vader echt zo. Un gran abrazo. Desde entonces, Jonas ha aprendido, vanaf toen heeft dus Jonas geleerd. Aprendido, aprender is dan dus leren, les leren, aprender una lección. Dus hij heeft dan aprendido. Que puede ser libre, dat hij vrij mag zijn, libre, toch? Puede ser libre. Sin desobedecer a sus padres, zonder zijn ouders niet te gehoorzamen. Want hij was ongehoorzaam. Desobediente, desobedecer is het werkwoord. Y que él tiene que escuchar sus buenos consejos. Dus dat hij moet luisteren naar de goede adviezen van zijn ouders. Jonas ya no se siente encerrado. Jonas voelde zich op een gegeven moment niet eens meer opgesloten. Ahora sabe que está protegido. Hij weet, hij is beschermd. Dat is tot regel 49. Dan gaan we dan de rest van de vragen beantwoorden. Want we hebben de hele tekst al gelezen. En we hebben de hele tekst al doorgenomen. Als we twijfelen, gaan we daar even weer terug. Vraag 31. Komt uit regel 46. Una palabra gran. Je ziet, la palabra gran. Una palabra relacionada con gran es A. Granada, B. Grande, C. Granito, D. Grano. Ya, we zeggen un gran abrazo, gran gaat dus in relatie met grande, groot. Dat doen we ook gedaan in een van de vocabulaire lessen. Oké, dan gaan we naar 32. Dan zien we 32, abrazo. Ja, abrazo ook in 46. Abrazo is een algemene vraag. Eigenlijk nu komen veel van de makkelijkere vragen, kan ik zo zeggen. Want natuurlijk hebben we al heel lang gedacht. Dus men heeft het een beetje makkelijker voor je gemaakt. Aan het einde, zodat jij een beetje kan uitblazen. Oké, we zien. Un abrazo. Abrazo. Generalmente se da un abrazo. In het algemeen geven we eigenlijk een omhelzen we mensen para. A alguien, om wat te doen. Castigar, om iemand te straffen. Straffen, castigar. Nee. Escuchar, luisteren. Nee. Insultar, insult. Beledigen. Nee. Saludar, om iemand te groeten.
Dat is dan dus het juiste antwoord. D. Dan kijken we naar regel. We kijken naar vraag 33. Kom ook uit regel 47 tot 49. Según los renglones 47 hasta 49, para Jonas ya no era necesario sentirse A. Abandonado, abandoned, dus in de steek gelaten, abandonar. Hadden we ook gedaan in een van de lessen, abandonado. B. Aprisionado. Dat is eigenlijk imprisoned, hij is opgesloten. C. Inseguro, onzeker. D. Miedoso, dus bang. Als we naar die tekst kijken, is B dan jouw juiste antwoord. Oké, okay, is daar aprisionado. Je ziet prision, prison, opsluiten, zo kan je dus woordjes eigenlijk. Dat is wanneer je maar een lang woordje maakt, is een ander woordje al meestal in dat woordje. Ja? Dus meestal kan je dus dat. Als we kijken naar inseguro, seguro. Als je weet dat seguro zeker is, inseguro is meestal onzeker. Toch? In, this, toch? Meestal zijn die woordjes altijd negatief. Dus die, this, in, voor, eigenlijk een adjectief, kan je zeggen. Toch? Infeliz, niet gelukkig. Inseguro, niet zeker. Toch? Desobediente, ongehoorzaam, dus niet gehoorzaam. Toch? Descontento, dus niet blij. No está contento. En zo gaan we dus dan verder. We kijken dan naar 34. 34 moet je dan dus de antwoord halen uit de hele tekst. Je moet de hele tekst hebben gelezen, wat we nu hebben gedaan. Dus je ziet, we hebben de hele tekst gewoon gelezen in delen. En nu kennen we dat hele verhaal. Dus waarvoor moesten we die hele tekst gelijk lezen? Ik zei dat kan je doen om eventjes je te verkennen, te skimmen door die tekst. Maar niet dat je gelijk alles hoeft te lezen. Ja? Del texto deducimos que Jonas era A. Amable, hij was lief. B. Atento, atent. Cuidadoso, hij was dus voorzichtig. Cuidar, cuidadoso. Cuidado, voorzichtig. Nee. Desobediente, ongehoorzaam, om een heel bekend woordje dat we hebben gedaan in de eerste les, als ik het goed heb. Dus het antwoord is dan dus desobediente, want daarover gaat het. Hij was zo. Jonas was dus zo ongehoorzaam, dus hij wilde maar gaan en doen wat hij hebben wou. Gaan we kijken naar 35, de laatste vraag. Según el texto, los padres A. Hacían cerrojos para la cabaña. Hebben dus locks gezet voor die cabaña. Nee. Han castigado a Jonas. Hebben ze hem gestraft, als je kijkt naar die tekst. Dat is ook niet waar, ze hebben hem niet gestraft, ze wilden hem juist verdedigen. Het was niet direct een straf wat ze hem hebben gegeven. Han contado un cuento imaginado a Jonas. Ze hebben dus een verhaal verteld dat eigenlijk dus in hun hoofd zat, toch? Dus een verhaal verteld dat ze hebben imagined, zie je? Habían contado un cuento imaginado a Jonas. Y de vivían en el bosque. Ze wonen in het bos. Als we kijken naar de tekst. Ze wonen niet in het bos. Dat is niet waar. Want ze zijn dus gegaan naar het bos. Als ik het goed heb. Ja toch? En ze waren op vakantie naar het bos. Dus ze wonen niet in het bos. Ah, ze hebben dus locks gezet voor het huis. Daar in de stad waar ze woonden. Ze hebben Jonas niet gestraft. Dus het antwoord dat overblijft is dan dus C. Ze hebben han contado un cuento imaginado a Jonas. Ja? Ze hebben dus een made-up story verteld aan Jonas. Goed. We hebben dan de tekst gedaan. El Monstruo en La Laguna. We hebben het samen gedaan. Je hebt heel veel geleerd. Je hebt extra tips meegekregen in deze video's. Je hebt gezien hoe we eigenlijk te werk zijn gegaan. Dat je niet eens alles direct hoeft te lezen of te begrijpen. Maar je kan gewoon stap voor stap kijken wat de vragen zijn. Je hebt de tijdsindeling ook gehad. Dus het is vele malen makkelijker nu. Denk ik, hoop ik, om uiteindelijk andere teksten te maken. Morgen doen wij een algemene
samenvatting, gewoon een samenvatting in het algemeen van al die lessen die we hebben gedaan. Ik weet nog niet hoe lang zo'n video zal duren, want het zijn een aantal lessen. Ik denk dat het zeker iets van 20 lessen zijn en we hebben opgenomen. Dus je snapt, we gaan een hele tijd bezig zijn morgen om te herhalen. Maar al het herhalen, zeg ik nogmaals, dat is de key om eindelijk een taal te begrijpen. Als je blijft herhalen, je moet niet gaan onthouden het hoofd. Uiteindelijk ben je ermee bezig. Je ziet hoeveel woordjes constant weer terugkomen. Uiteindelijk kan je garanderen, 1000%, dat zeker 20 van die woordjes die je vindt in teksten, komen zeker weer voor in andere teksten. Dus dat gaat jou nooit killen. Maar je moet oefenen. Dat is het belangrijkste. Oefen, oefen, oefen. Esto fue la clase de hoy. Adiós.